De lage waterstand van de Waal brengt niet alleen lasten met zich mee, maar ook lusten. Zo is het gebied rond de rivieren Nijmegen, waar je als voetganger kunt struinen, veel groter geworden. En komen er bovendien best verrassende elementen boven water. Voor de natuur brengt het heel veel mooie dingen. Het verandert het gebied, maar je hebt ook heel veel leuke cultuurhistorische dingetjes die er weer boven water komen. Bijvoorbeeld kribben uit 1600 of zo die je dan in één keer ziet. Maar hier bij de Stadswaard, hier dicht bij Nijmegen, kun je ook bijvoorbeeld een oud zwemstijger nog zien. Wat je nu hierachter ziet zijn twee hele mooie verschijnselen. Aan die kant, waar het gras zeg maar een beetje ophoudt, zie je dat het hoogwater toen nog de boel weggeslagen heeft. Maar hier achter ons zie je ook van die houten pilaren. En dat is, je ziet ze ook heel mooi zo in een rij staan. En daar hebben die vlonders overheen gelopen of gelegen. Waar mensen vervolgens van afsprongen om lekker hier in de Waal te zwemmen. Als het water natuurlijk hoog is. Nu staat het stukken lager zoals je kunt zien. En is de krib bijna zelfs droog gevallen. Maar bij hoge water rond de jaren 70, 75 zwommen mensen hier ook in de Waal al. Doen ze trouwens nu nog steeds. We zijn nu in een gebied van Staatsbosbeheer en dat is de Stadswaard, noemen wij dit. Zoals je kunt zien is dat heel dicht bij Nijmegen. Dus je komt hier de Wanderbrug de Ooipoort over en dan kom je meteen in een nieuwe wildernisnatuur van Staatsbosbeheer. We laten ons een keer verrassen. Soms staat het water heel hoog in deze periode. Oktober, dat is ook de periode dat hoogwater kan komen. Maar vorig jaar rond deze tijd zagen we ook inderdaad dat je heel laag water hebt. En dat is nu weer. Eigenlijk is dat iets wat wel bij dit rivierengebied, bij deze riviernatuur thuis hoort. Dat je soms heel extreem laag water hebt en soms heel hoog, extreem hoog water hebt. En je moet je voorstellen dat beide keren heeft het een bepaalde invloed of juist niet. En dat is wel wat dit gebied aan kan en iets wat wij als Staatsbosbeheer ook graag willen. Volg ons online via Facebook @altijdn1, op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd n1.